staan hier in een nieuwbouwcomplex van Torkdaal. Fase 1 naar Rustenburg. Naast mij staat Lex Jansen, de directeur van de woningstichting. Lex, waar staan we hier? Wat is dit voor een gebouw? Ja, dit is eigenlijk een gebouw met twee functies. Op de eerste en tweede verdieping en op de begane grond zitten de zorgzaken van Opella. Die huren dat ook van ons. En op de eerste en tweede verdieping wonen mensen die een hoge zorgindicatie hebben. En die wonen als het ware met een groepje bij elkaar. En waar wij nu staan is een gemeenschappelijke ruimte van zo'n groep. En op een verdieping zitten twee groepen. En er zitten dus twee van dit soort ruimtes in. En mensen hebben daar een eigenstandige kamer. En op de derde en de vierde verdieping zitten zelfstandige appartementen. Mensen die zorg nodig hebben, hoe komen die hierin? Op de eerste en tweede verdieping moet je echt een zorgindicatie hebben die boven 3 ligt. Dan moet je 4 hebben. En als je verder hier wil wonen, dan kun je gewoon met elke zorgindicatie tussen 1, 2 en 3 kun je hier gewoon wonen. Maar ook mensen natuurlijk zonder zorgindicatie die zeggen ik wil hier gaan wonen omdat ik op een bepaalde leeftijd ben. En wel ook het gemak van het wonen in zo'n complex wil ervaren. We zijn hier op de open dag en wat me opvalt is dat het ontzettend druk is. Loopt dat parallel met de belangstelling voor Torkdaal? Ja, zeker. En je ziet natuurlijk dat er is de laatste jaar, dit is een toplocatie, daar kunnen we wel duidelijk over zijn. Het ligt heel dicht bij de stad, ligt dicht bij je voorzieningen. Het Rustenburg erbij heeft natuurlijk wel een uitstraling. En dit zet wel in op de lijn van het zelfstandig wonen en het scheiden van het wonen en zorg wat de overheid heeft ingezet. En dit borduurt daar eigenlijk op voor. Is dit een project waar eigenlijk iedereen terecht kan? Of moet je toch zeggen van nou nee, het is wel zo, dan moet je wel een redelijke portemonnee voor hebben? Nee, want het grootste gedeelte wat hierin zit zijn appartementen in de sociale sector. Dus dat zijn dus appartementen onder de 700 euro. En er zit ook vrije sector in, omdat er ook heel veel vraag was uit het Wageningse voor gewoon duurdere appartementen. En als je meer inkomen hebt en je zit boven de 34.000, dan kom je al niet meer in aanmerking tegenwoordig voor een sociaal appartement. Wij prijzen die dus net iets hoger, net in het begin van de 700 euro. En dan kun je dus hier toch wonen. Ja. Fase 1, dat betekent natuurlijk, er komt ook een fase 2. Wanneer is fase 1 klaar? Wanneer wordt dit opgeleverd? Wanneer kunnen mensen hierin? Ja. Wij leveren dit gedeelte aan Opella op over ongeveer 2 weken. En de mensen van de zelfstandige appartementen die krijgen volgende week de sleutel. En dan hebben ze een week ongeveer de tijd om het in te richten. Stoffeerders gaan er dan in. En mijn inschatting is dat die op 1 september hier gaan wonen. Dus de derde en vierde verdieping is helemaal bewoond met zelfstandig wonen. En Opella gaat half september over. En dan is dit gedeelte helemaal opgeleverd. En fase 2, wanneer start dat? Hoe gaat dat? Wij starten in het najaar, dan is dus Rustenburg leeg. En wij gaan dan in het najaar starten met de sloop. Dan moet ook nog een grote grondsanering moet daar plaatsvinden vanwege de voormalige gasfabriek. En dan starten wij in het voorjaar met fase 2. Ik heb ook begrepen dat hier onder het gebouw een parkeergarage is. Die is niet besloten, maar die is voor een deel voor gebruik van iedereen, begrijp ik dat goed? Ja, er zijn plaatsen toegewezen aan zowel de mensen die werken van Opella hier, mensen die wonen, die krijgen plaatsen toegewezen. Dan houden we nog plaatsen open, over en die zijn voor een deel openbaar. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Naast mij staat Joke Faber van Opella. Joke, jullie zijn met Opella de grote gebruiker voor een deel van Torkdaal. Wat gaat Opella hier precies doen? Nou, heel veel. En ik zal beginnen met de ruimte waar we nu staan. We kunnen zien dat er een dakterras is. We staan op dit moment in 1 kleinschalige woning voor mensen met dementie. In deze kleinschalige woning gaan 7 mensen wonen. Maar in het hele project krijgen we 8 kleinschalige woningen voor mensen met dementie, waar in totaal 52 mensen kunnen komen wonen. In dit project? In dit project. Verdeeld over 2 gebouwen. Dus per gebouw gaan er 26 mensen wonen met dementie. Maar dat doen we niet alleen. We hebben hier op de derde en de vierde etage van dit gebouw heeft de woningstichting prachtige appartementen gerealiseerd. En in die appartementen gaan wij zorg leveren voor mensen die vroeger een soort woonzorg
in een woonzorgcentrum zouden wonen. Ja. En omdat de overheid daarin andere besluiten heeft genomen, heeft Opella daarop aangesloten. En die mensen gaan wonen in een appartement, maar krijgen nog precies dezelfde zorg als die ze ook kregen in Rustenburg. Ja. De zorg is eigenlijk van de overheid naar de gemeente gegaan, of gaat naar de gemeente. Dus de gemeente Wageningen gaat hier ook een rol in spelen? De gemeente Wageningen speelt met name een rol als het gaat om het WMO-principe. En het WMO-principe, dat raakt met name de thuiszorg. En in deze appartementen, met name de appartementen in het gebouw De Burgemeester, daar gaan mensen wonen die gewoon huren van de woningstichting en die thuiszorg krijgen van Opella. Okay. En daarvoor geldt de WMO het meest. Voor deze AWBZ-voorziening, want een verpleeghuiszorg, kleinschalige woningen, valt onder de AWBZ-voorziening. En daarop heeft de WMO nog geen invloed. Nee. Zijn jullie als Opella blij met dit gebouw in de zin van dat je zegt van we hebben allerlei dingen die we graag wilden toegepast in dit gebouw? Nou, het gaat niet zozeer om toegepast. Het is sowieso een prachtig gebouw met heel veel licht en het sluit waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid zeer goed aan bij de behoeften van de bewoners, de klanten. Maar wat zo mooi is, is dat wij als organisatie al toch wel redelijk voorop lopen met het nieuwe zorgconcept. Ja, okay. Mensen die dus hulpbehoevend zijn, die dus zorg nodig hebben, die dementeren. Is het afhankelijk van hun portemonnee of ze hier terecht kunnen? Nee, mensen die dementerend zijn, vallen gewoon nog onder de AWBZ. En dat is niet inkomensafhankelijk. Alleen, mensen moeten een eigen bijdrage betalen voor de zorg. En dat is wel inkomensafhankelijk. Met hoeveel mensen van Opella gaan jullie hier werken? Ik denk wel een stuk of 100. Goeiedag zeg. Ik heb nog niet alles verteld. Op de begane grond van de Drost, dat is hier beneden, daar opent op 22 september waarschijnlijk krankcafé De Vrienden. En het heet ook krankcafé De Vrienden, omdat de totale inrichting van het krankcafé is gefinancierd door de stichting Vrienden van Rustenburg. En verder komt er op de begane grond de dag. Opvang, de dagbehandeling, die hadden we sowieso ook al in Rustenburg. En daar kunnen 15 mensen terecht die thuis niet iedere dag meer thuis kunnen zijn. En we hebben een thuiszorgkantoor, dat zit ook op de begane grond. En we hebben een behandelruimte, die zit ook op de begane grond. Dan krijg je straks fase 2, het oude Rustenburg, hè, dat wordt dan weggehaald. In hoeverre gaat dat gebouw voor jullie een andere functie geven dan dit? Voor jullie? De twee gebouwen, de Drost en de Burgemeester, zijn identiek. Okay. Alleen hebben we op de begane grond van de Burgemeester geen activiteiten. Okay. Dat zijn commerciële ruimtes die de woningstichting verhuurt. Okay. En fase 2, dat de sloop van Rustenburg, die start voor ons, voor Opella, op 19 september. Want dan leveren wij de sleutel in. En dan is het klaar. We hebben ook, dus wel leuk misschien om te vertellen, we hebben gisteravond het afscheidsfeest gehad van alle medewerkers en oud-medewerkers en vrijwilligers en uitvrijwilligers van Rustenburg. Dus er kwamen heel veel mensen. Ja. En dan starten ze, dat heb ik gehoord, van de woningstichting. Ze gaan starten april 2015 met het bouwen van fase 2. Okay. En ik kan nu nog niet zeggen in hoeverre Opella daar ook activiteiten in zou. Dat weet ik nog niet. Joke Faber van Opella, dankjewel. Graag gedaan. Oké. Okay. Dag.